Waar blijft Donkey nou met zijn nieuwe verrassing? Nou, weet je, hij zal nog wel komen. Hij heeft me nog net geappt. Dus, wat vinden jullie van mijn nieuwe boot? Het ziet er cool uit! Ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Kun je wel zeggen, ja. Ik heb ook wat matrozen bij. Hey! Wat de? Ja, zout? Ik kon de kongens niet gebruiken, want anders zou het wat racistisch overkomen. Dus dacht ik wat, je weet wel, wat mushrooms te gebruiken. Ik ga kijken wat er allemaal aan de hand is. En noem maar dit keer Arr, de Kong. Wat? Oh, een piratenaapje. Dan noem ik Luigi de Matroos. Dan heet ik... Pizza de Piraat. Nee, die is al bezet. Dankzij een andere piraat van vroeger, een legend. Wat? Wat? Waarom zijn... Kees, kom maar een andere. Je bent saai, Mario. Je bent saai. Mario. De piraat? Ja, Mario de piraat. Ik wil niet echt een piraat zijn. Ik wil gewoon meer een matroos zijn of een slaaf. Snap je? Matroos. Nou, dood. Hij is de zeilen. Oh jij, kapitein. Sukkel. Dus, Kate, is hij heel goed van buiten? Ja, ik heb zelfs het hele land bestudeerd. Hij heeft zelfs niet eens een kaart nodig. Ja, dus daarom vind ik deze waterfles. Waar je misschien iets eraan kan doen. Ja, hier, pak maar. Oké, even kijken bij de uitweg. Ik ben niet zo echt gedoe van die piratengedoe, dus... Maar het is zo mooi eigenlijk, deze uitzicht. Kun je wel zeggen, ja. Dus doen jullie dit elke dag? Ja, en geloof me, uiteindelijk gaat het wel saai zijn na een jaar dit te doen. Oké, ga maar naar het westen. Oké, nu kunnen we het eindelijk oplossen. Oké. Geloof me, de chili dogs zijn hier echt super lekker. Nou, niemand heeft toch zeeziekjes van jullie, want... Dit is een mooie boot die ik eigenlijk laat de hele dood het zo maken. Nee, alleen Peach heeft zeeziekjes, maar ze is niet gekomen. Ja, oké, maar ze was ook toch niet stoer genoeg. Maar oké, dus, zijn jullie er nu klaar voor, jongens, om dit allemaal te bereiken, want we gaan het allemaal... Oh ja, natuurlijk! Oké. Naar het noorden! Oké. Waarom ook altijd naar het noorden en nooit naar het westen of het zuiden of... Je weet wel, het oosten. Waarom moet je naar het zuiden gaan? En eigenlijk, sinds wanneer mag jij die vraag stellen? We gaan gewoon naar het noorden. Oké, we zullen zien. Oh, misschien zijn er daar schatkisten. Zit me iets dwars en... Er klopt iets gewoon niet. Nou... Wat er ook niet klopt. Ik weet sowieso dat hij een goede kapitein is. Oké, we gaan even nu uit het schip en even kijken voor wat schatten. Ik denk dat ik hier gewoon ga blijven. Nee, ja, mee. Ik hoor dat je een goede loodschieter bent, dus jij gaat onze kraan maken. Kraan? Oh. Ze zullen net gebruiken jullie een kraan hier. Ja, het zit in de keuken. Oké. Dus maak maar wat. Ik weet niet. Doe jouw creatie, wat jij doet. Weet je wel, doe iets wat met je pie... Oké, laten we samen die schat maken, of niet, Donkey? Oké, dat ga ik dan maken. Ik ga met je mee. Zorg dat er geen schurken komen. Oh, geloof me, ik doe, laat nooit schurken hier toe. Oké, eens kijken wat voor schatten hier zijn. Ah, muntjes. Vraag je, hebben we hier wifi? Wat heb je met wifi als je een schatkist hebt?
Weet je hoeveel waard ze kosten in jouw Mushroom Kingdom? Wat je ook kan doen is gewoon met die goud gewoon antenne kopen zodat we wifi hebben. Nou, ik neem het mee, deze schat. Weet je wat, Luigi? Hou jij het maar bij. Oh, dat is zwaar. Oké, laten we gaan. Kijk uit, Luigi. Ah, ik hou van het geluid van geld, geld, geld. Oké, we gaan weer naar het noorden. Maar als we nog verder naar het noorden gaan, zijn er weer gevaarlijke mensen die ons goud willen stelen? Geloof me, ik heb alles bestudeerd, dus ik weet waar we heen gaan. Dus je moet me gewoon vertrouwen. Hahaha, je snapt wat ik bedoel. Oké. We zitten allemaal in een boot en iedereen heeft fun. Want ik ben een kraan aan het maken, want het is super geweldig. In de yo-ho-ho. Ha, ha, ha. Ja, gek als het dood. Gek als het dood. We zijn allemaal samen. We zitten in een praten, want wij zijn piraten. Wij zijn piraten. 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 Oké, stop met die gezang, we gaan nu naar het noorden. Hè? Maar, wij gaan af naar... Hey, we gaan naar het noorden. En we hebben schat gevonden, Luigi heeft die net klaargezet. We kunnen hier, we kunnen met deze goud zoveel pizza kopen. Raad eens hoeveel pizza je kunt kopen. Ja, zeg je het zelf maar. Oké, dus, we gaan verder. Dus, ik hoop dat jullie alles hebben... klaargemaakt voor het avondeten. Yep, en de kraan is gemaakt. Ah, dat is wel fijn. Dank je, Mario. We hadden het echt nodig. Nu kan ik nog water drinken. Oh, dat is zo lekker. Mango? Nee, dank je. Nee, dank je, kapitein Ark. Heb je ook een kokosnoot? Nou, ja, eigenlijk wel. Pst. Bas! Kom maar halen. Hey Toe, hey Donkey. Hoe is dat toch allemaal met die duivelse vuurtoren of zo? Duivelse vuurtoren? Ja, er is een legende heet het op de boot en zo. Ik weet niet wat een duivelse vuurtoren is. Pas, je hebt veel kinderverhaaltjes gehoord van je moeder. Nee, ik weet wat de duivelse vuurtoren is. Hey, ga verder rijden naar het noorden. Oké. Oké. Ah, ik kan niet wachten. Hey, koning Pop, ik zie een paar bekende mensen in die boot. En ze hebben veel schatkisten. Nou, waar was die dan op? Laten we ze nu pakken. Wie was dat? Vijanden. Oké, hij is de zeilen. De Koopas. De Koopas. Iemand moet het goud beschermen. Hé, hey, jullie, bescherm het goud. Hé, hey, dat mag niet. En die goud daar, pakken. Hey, ga weg. Je bent te jong voor deze dingen. Jij bent echt een lachertje. Ik heb jou en je alien vriend nog vorige week nog in elkaar kunnen mappen. Ten eerste, hij is een draakje. Ten tweede, ga gewoon weg. Ik bedoel, je hoort dus alsof hij zwijgt. Hou je toe, je mond dicht. En hou je bek dicht, je grote koepelbek. Dat zei jij omdat ik net je mond zei dat je dicht moest houden. Hou weg, jij! Hey, ja. Bescherm het goud! Bescherm het goud! Ik meen het! Bescherm het goud! Nieuwe! Stop met karamelappel! Wacht, ik sla je kinderen. Ja, dan kun je ook daar blijven staan en je laten slaan. Hebbes! Dank je. Ik heb heel lang op deze moment maar gewacht. Oké. Hashar! Snap je dat? De piraten geweest? Nee, dat snap ik niet. Hey, mag ik mijn toverstaf gewoon niet meer? Nee, het is een piraatafling, dus je gebruikt een zwaarte. Yeah, oké, dan gebruik ik wat mijn opa mee heeft geleerd. Sha! Luigi! Ik heb je broer vermoord. Waar heb je het over? Ik heb gewoon een pijn. Oké. Het potje goud. Je blijft er vanaf. Is dat zo? Wat ga jij dan kunnen doen? Serieus?
Je gebruikt letterlijk mushrooms per speech. Je hebt het vaak vroeger tegen me gebruikt. Maar raad eens, ik leef nog hoor. Maar ik dus ook. Dood, je moet poepen. Nee, niemand poept op mijn boot. Rennen. Oh, wat ben je achter papa? Stinkdieren. Jawel. We zijn nog niet klaar, Mario. Dood, het is heerlijk. Jij bent de beste dood die ik... Je hebt je met poep geboept. Jij bent de beste dood die ik maar een mens kan wensen. Jullie zijn ook nog geweldig, hoor. Nou, gelukkig, want we kunnen toch meer genie zijn. Nou, we hebben tenminste iets gehaald. Dat klopt, door het poepen in mijn boot. Oh, de Peach belt me. Alles goed? Oeh, laten we maar terug naar huis gaan. Peach heeft cupcakes gemaakt. Laten we dat dan, we kunnen dat eten. Ja, lekker cupcakes. Ik hou van je, ik hou van jou. Maar is er wel één probleem. Wat? Ik ken de weg niet. Oh, maar jij zat in de huis, daarom moest je naar Noord gaan.